1. Brude maakt 1 of 16 speelgoed. Helemaal van kunststof, oftewel lekker groot. En ja, voorzien van prima speeldetails. Dit is een Linde heftruck. Ja, zeggen die ken ik, maar het is wel een apart model hoor. Want deze die kom je eigenlijk dus niet in de landbouw tegen zo snel. Hij is gewoon enorm groot. En hij is vooral bekend voor ja, losse laden, bijvoorbeeld in havens. Hij, je kunt zien in de pallet, die is ook enorm groot. Veel details had ik al. Zij, ja, mijn broeder werken gewoon. Hij trekt hem hier en op, het is een dubbelwerk systeem. Dus op, hij gaat snel omhoog en snel omlaag. En je kunt hem op zo'n manier dus een keer achterover zetten. Met het systeempje wat hierin zit. Deur kan open, dan stiek je nou hem even aanzetten. Dus je kunt ook een, nog eens een keer chauffeurtje erin plaatsen. En dit grote model wordt hier achterop bediend. Grote vrachtwagenwielen. Met de knop die achterop zit. Dus op zo'n manier ja, kun je hem ook gewoon levensecht gaan bedienen wat dat betreft. Hefmasje, een beetje omhoog zetten, blijf gewoon staan. Ja, dat is het voordeel van een echt speelgoedmerk als Brüder. Details kloppen nog gewoon. Je kunt het hefmasje gewoon een beetje omhoog zetten. En op zo'n manier hier rondrijden. Apart model dus. Zie je niet dagelijks, tenzij je wat vaker in de haven komt. En leuk om mee te spelen. Levensecht, mooie details. En op deze manier ja, verlicht een uitbreiding van je speelcollectie om je logistiek set verder mee uit te breiden. Kijk op de website via de link die onder in beeld ziet. Krijg je meer informatie van dit model en kun je gelijk bestellen.